Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Belkin. Blind Kiss. Hoi, Amber hier met weer een nieuwe aflevering van Blind Kiss. Ik ga deze zomer alle festivals af om uit te testen of je verliefd kunt worden op iemand na één kus. Nou, ik ga nu even het festivalterrein op zoek naar onze eerste kandidaat. Dit is Jaël, student toegepaste economie. 22 en op zoek naar iemand die perfect bij hem past. Hallo Jaël, hoe gaat het? Hey. Oh ja, alles goed, 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 goed man. Ik ga natuurlijk op zoek naar 3 supermooie vrouwen voor jou. Maar wat is een beetje jouw type? Waar val jij op? Nou, het moet wel een beetje Hollands zijn. Maar ja, ik ben heel open-minded wat dat betreft. En blond is wel leuk, die kleur zo'n beetje. Kleine chameur hier. Oké, blondines dus. Verder nog iets? Ja, nee, ja, geen mannen en ook niet wat op een man lijkt, maar dat is wel duidelijk, hè? Oké, geen mannen, dat is een must. En heb je nog echt iets waar ik echt niet mee aan moet komen bij jou? Ja, nee, ik ben heel open-minded, dus dat kom maar op. Nou, oké, prima. Dan ga ik mijn best doen voor je. Kom ik zo bij je terug, ja? Hoe gaat het? Supergoed. Ja? Ik ben een beetje moe. Een beetje te laat naar bed gegaan. Maar het gaat wel supergoed. Ja. Ik vind het echt leuk. Ik ben net nog even naar de wc, dus ik moet even hier wachten. Jullie zijn nu met z'n tweetjes? Ja. Niet met je vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Nee, gelukkig. Nou, dat vinden wij heel leuk. Oké, nou, ik heb dus een hele leuke jongen bij me. En aangezien jij single bent, wil ik hem toch even aan je laten zien. Want ja, weet je... Ik ben wel aan het daten met iemand, dus ik weet niet of dat helemaal netjes is. Oké, nou, weet je, ik laat hem even zien en vind je het echt niks, dan blijf je gewoon bij je date. Hij is niet mijn type. Niet jouw type? Nee. Die is veel te jong. Hij is 15, man. Nee, hij is 23. Ja, maar ik ben 24, nee. Hij lijkt 15. Nee, hij is veel te jong. Zet een puppy. Nee, gewoon. Nee, hij is veel te jong. Hebben jullie al jongens versierd? Nee. Zij heeft een vriend en ik, we zijn naar zoekende. Oh. Nou, dat komt mooi uit, want ik ben hier bezig met een serie, Blind Kiss. En ik heb een jongen mee. En ik ben voor hem eigenlijk dames aan het zoeken. Wat vind je ervan? Nou, niet mijn type. Ik weet niet, hij is wel knap. Hoe oud is hij? Ja. Hij is 23. Nee, is te oud. Ja, hij is wel iets te oud, ja. Denk ik. Dit is hem. Zou je daarmee willen zoenen? Ja. Ja? Nou, oké, gaan we regelen. Nou, superleuk dat je meedoet. Je krijgt alvast even deze Belkin Powerbank van mij als cadeautje. En dan gaan we die kant op. Hebben jullie zin om met een jongen te zoenen? Nee. Nee. Oké, nou dan ga ik weer verder. Zou je met hem willen zoenen? Nou, vooruit. Ja? Nou, top. Dan mag je met me meekomen. Mwah. Nou, Jaël, je ziet ze niet, maar ik heb echt 2 prachtige meiden hier bij me staan. Ja. En ik ga ze straks 1 voor 1 bij je neerzetten. Dan ga ik zeggen dat er gezoend mag worden. Maak het zo romantisch mogelijk. Neem ze allebei heel goed in je op. Ja. En dan mag je daarna een keuze maken. Dan mag er nu gezoend worden. Nou ja, El, hoe was dat? Ja, kort en krachtig. Kort en krachtig? Pittig dametje. Oké, nou, onthoud er goed. Dan ga ik nu de tweede dame bij je neerzetten. Is goed. Mwah. Nou Jaël, de tweede dame staat er. Maak het zo romantisch mogelijk. Er kan gekust worden. Nou Jaël, een eerste reactie? Nou, deze was wat zoeter, wat rustiger. Nee, wel, ja. Hier kan ik wel een avondje op de bank zitten of zo, weet je wel. Of straks op het strand. Wat lief. En daar staan de dames. Had je dit verwacht? Nee. Ja, nou ja, weet je, ik verwacht 2 leuke dames natuurlijk. Ik geloof jou er ook wel, maar... Nou goed, ik heb ze door elkaar heen gehusteld, dus je weet niet welke dame 1 en dame 2 is. En dan mag je nu een keuze maken op basis van de kus. Wordt het dame 1 of dame 2? Ja, nummer 2 was wel rustig en ik weet niet. Maar pittig is meer mijn type, dus, okay, dus ga ik voor 1. Dame 1. Ja. Nou, dat is Esme. Hi. Maak maar kennis. Hoi. Nou, gefeliciteerd. Jullie gaan nu samen op een romantisch date. Da-
dat was het alweer voor vandaag voor Blind Kiss. Maar vond je dit nou een leuke video? Doe dan die duimpjes omhoog. Laat een reactie achter. Vergeet ook niet te abonneren op het kanaal van Slam. En kijk natuurlijk volgende keer weer voor meer liefde. Nou jongens, dit was alweer de laatste aflevering van Blind Kiss. Maar ik heb goed nieuws. Want in oktober komen Bram en ik met een gloednieuw seizoen van Statements. Dus abonneer je op dit kanaal, volg het Slam Official om altijd op de hoogte te blijven. En dan zie ik jullie donderdag weer bij een nieuwe mensenmening.